maar ook vol programma voor jullie in petto. Welkom op deze vierde workshop in een serie die we Burgers Zoom hebben genoemd. Om begrijpelijke redenen. Mijn naam is Ferdy Timmermans. Ik werk als programmacoördinator bij de STOA op dit moment. En het is mijn eervolle taak om deze anderhalf uur goed te leiden, goed te faciliteren. Ik begin even met één opmerking van huishoudelijke aard. Het is namelijk zo dat deze sessie wordt opgenomen, net zoals de sessies hiervoor, denk ik. Wie daar nu bezwaar tegen heeft, die kan dat via de chat even aangeven. Dan zal de man van de techniek ervoor zorgen dat diegene niet in beeld komt. We zijn op dit moment, zie ik, met 83 deelnemers aanwezig. Nou, dat is een prachtige opkomst. We zitten in het 17e jaar van de Kennisdag Inspectie Waterkeringen. Daar zijn ieder jaar weer hele interessante bijeenkomsten geweest. 16 keer in een prachtige omgeving, namelijk een dierentuin, waar je tussen de bedrijven door van de natuur kan genieten op een hele plezierige manier, waar die natuur beheerd wordt en waar, ja, het is toch niet anders, de dieren opgesloten zitten. Weliswaar in hele mooie ruimtes, maar ze zitten wel opgesloten. Die dieren zijn dan continu in zicht voor ons. Maar goed, dit jaar heeft moeder natuur besloten om ons ook eens te laten voelen wat dat opgesloten zijn nou eigenlijk betekent. En de situatie is dus in die zin enigszins omgedraaid. We zijn allemaal thuis opgesloten. Wij overigens hier niet. Wij zitten hier in een hele grote ruimte, op meer dan 1,5 meter van elkaar. Geheel volgens de coronaregels uiteraard. En jullie zitten thuis en ik hoop dat je het ondanks het opgeslotene het goed hebt daar. We hebben geen alternatief, we moeten het ermee doen. Het is eigenlijk een vorm van adaptatie. Ik kom even op enkele huishoudelijke of procedurele opmerkingen. We gaan straks natuurlijk presentaties krijgen. Ik vertel daar zo nog iets meer over. Mocht je nou tijdens de sessie vragen hebben of opmerkingen, dan kun je die via de chat weergeven. Daarnaast zal er op bepaalde momenten via Mentimeter, waar je inmiddels op bent aangesloten, hoop ik. En voor degenen die wat later zijn binnengekomen, je kunt nog zien op de eerste sheet hoe je daar op Menti kan inloggen met welke code. Maar dus daarnaast is de Mentimeter bedoeld voor dialogen straks over de inhoud van het programma. We verzoeken jullie vriendelijk allemaal om tijdens deze sessie de microfoon uit te hebben. En vanuit de organisatie is mij verteld dat je de hoogste kwaliteit geniet wat betreft de beelden als je rechtsboven in je beeld speakerview inschakelt. Houd als het mogelijk is je camera aan. Dat geeft ons allen het gevoel dat we toch op een of andere manier bij elkaar en in ieder geval verbonden zijn. En de opmerking over dat dit programma wordt opgenomen heb ik aan het begin al gemaakt. Ik herhaal hem nog even voor eventuele wat latere binnenkomers. Het programma wordt opgenomen. Mocht je daar bezwaar tegen hebben, moet je dat even via de chat laten weten. Want dan zorgen we ervoor dat je niet in beeld komt. Oké, de Kennisdag. Dit jaar bestond die uit een plenaire bijeenkomst, maar een viertal inhoudelijke bijeenkomsten. De plaagsoorten hebben in de eerste twee workshops centraal gestaan. Flora, zowel als fauna. De derde ging over droogte. En deze vierde, die gaat over het onderwerp risicogestuurd beheer en onderhoud. Dat zijn natuurlijk allemaal zaken die voor jullie als beheerder ontzettend interessant zijn en jullie bezighouden. Wij hebben voor vandaag een vol programma. Het bestaat uit een drietal presentaties. Er zitten ook nog casus bij waar we mee aan de slag gaan. En er zal één pitch worden gegeven aan het einde. Daar vertel ik straks nog wat meer over. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk toch, ondanks de handicap, om zoveel mogelijk interactief met elkaar bezig te zijn.
Ik zou nu nog van alles en nog wat kunnen gaan vertellen, maar we hebben echt een vol programma. Dus ik ga Oscar van Dam, dat is de eerste spreker die we vandaag hebben, het woord geven. Hij zal het hebben over de relaties tussen risicogestuurd beheer en onderhoud en inspecties. Oscar. Ja, Ferdi, dankjewel. Mogen we de volgende dia zien? Even kijken. Ja, dit was het programma. De volgende. Dit is mijn openingsdia. Ja, welkom. Ik ben Oscar van Dam, werkzaam bij het Hoogheemmerschap van Delfland. Ik ben daar beheerder van de waterkeringen. En ik heb me ook de afgelopen jaren bezig gehouden met risicogestuurd beheer en onderhoud. En de laatste tijd ook met de NEN 2767. Dat zal een ander onderwerp zijn van deze middag. Maar we beginnen met, toch wat interactief te maken. Zou ik graag willen beginnen met de Mentimeter. We hebben een aantal vragen voor jullie. Dus kunnen de Mentimeter vragen worden getoond? Kijk. Nu zie ik het alleen niet. Nee, ze komen eruit. Daar komen ze, Oscar. Oké, laten we de eerste vraag maar zien. Nou, allereerst eventjes naam en organisatie invoeren graag. Dan hebben we een beetje een beeld wie er allemaal zijn. Want ik zie 25 tegeltjes en ik weet dat er inmiddels 95 deelnemers zijn. En zo wordt het voor iedereen ook een beetje inzichtelijk. Michel Bach, Petra Goesen, die heb ik vanochtend nog gesproken. Claudia Peters van Wateropleidingen. Otto Klerk. Janio. Ik kan natuurlijk zelf niet doorscrollen. Frank. Van der Ham. Wouter Zomer. Kijk, dank jullie wel. Dan misschien even de volgende vraag. Ja, risicogestuurd beheer en onderhoud. Kijk, ik ben er natuurlijk al een tijdje mee bezig, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd waar jullie dan aan denken. Kan je dat in één of twee woorden eens opschrijven? En dan gaat zich nu een mooie wordcloud vormen. Dan ben ik benieuwd waar jullie vooral gedeelde meningen hebben. En ik zie, ik noem het nog maar even niet, want anders dan gaat dat een prevaleren natuurlijk. Ja, het is duidelijk dat asset management toch wel een groot voorrang heeft. De prioritering, FMEK's, daar kom ik straks inderdaad ook nog op terug. Inspecties, de NEN 2767, ja, dat is een methodiek voor inspecties. Dat zullen we vandaag ook zien. Ja, dit is vind ik wel een hele mooie wordcloud. Zeker. Die kunnen we vast wel eens een keertje ergens op een voorkant van een rapportje gebruiken, Wouter. We hebben ook nu 91 mensen hun reactie ingestuurd. Dus ja, dat is. Dat is ook heel goed. Heel mooi, heel mooi. Oké, dankjewel. Kan ik de volgende vraag krijgen? Nou, wie en wie kan je dan zien alsof je dat zelf doet of dat het iemand binnen jouw organisatie is? Voert het onderhoud, en dat kan alle soorten onderhoud zijn, regulier, institutioneel of buitengewoon. Uit op basis van een risico-inschatting. Ga je aan de voorkant bedenken met elkaar welke risico's loop je en op basis daarvan ga je dan je werkzaamheden prioriteren. Drie antwoorden mogelijk. Ja, nee en we zijn ermee bezig. In ontwikkeling. Nu ben ik heel erg benieuwd wat hieruit gaat komen. En er zullen misschien mensen zijn die zeggen,
op basis van risico's mijn werk doen, dat doen we al 700 jaar, bij wijze van spreken. Ik krijg de indruk dat er het Jacomp en in ontwikkeling een beetje dezelfde score krijgen. Want er ook nog een aantal organisaties zijn of personen die er nog niet mee bezig zijn. Maar dit is toch eigenlijk wel waar ik een beetje op gehoopt had, hè, Wouter. Dat ja, zeker. Toch, dat eigenlijk het gros van de mensen er toch op een of andere manier mee bezig is of aan het nadenken is over hoe je dat zou kunnen gaan doen. Oké, dank jullie wel. Dan gaan we nu terug naar de presentatie. Even een beetje wisselen. Vandaag gaan we niet in aparte kamertjes zitten, in de breakout rooms. We blijven gezellig met z'n allen bij elkaar. De volgende dia graag. Ja, de volgende. Nou, risico gestuurd beheer en onderhoud. Ik wil even mee terugnemen naar het begin van waarom doen we dat ook alweer? Waarom moeten we dat ook alweer doen? Uiteindelijk komt dat terug tot wat de zorgplicht van ons vraagt. Namelijk dat je werkzaamheden binnen de activiteit onderhoud doet op basis van een prioritering op basis van risico's. En ja, die eis hebben we geprobeerd te vertalen naar gewoon een praktische handreikingen. Hoe kan je dat nou als organisatie gaan organiseren met elkaar? En hoe kun je dat op de juiste manier gaan inrichten? Want behalve deze eis vraagt het de zorg ook dat je het proces waarmee je het een en ander inricht ook borgt. Volgens de PDCA-cyclus. En dat je de werkzaamheden die je doet ook aantoonbaar maakt. Nou, daar hebben we, zo'n 3 jaar geleden met elkaar gezeten om te kijken van op welke manier kunnen we dat nou de waterkeringbeheerder daarin gaan ondersteunen. En dat heeft uiteindelijk geleid tot een prachtige handreiking. Dan mag ik de volgende dia. En dat is de handreiking risicogestuurd beheer en onderhoud. En nou ging ik er eigenlijk een beetje van uit dat elke waterkeringbeheerder dat ding zo'n beetje onder zijn kussen heeft liggen. Maar onlangs kwam ik erachter dat ik toch een van de weinigen ben die ook daadwerkelijk een hardcopy versie heeft. Dit is een zeldzaam exemplaar. Ik weet niet of die inmiddels zichtbaar is. Maar, Goed. In die handreiking hebben we een soort stappenplan in hoofdstukken. Een bollenschema hebben we het ook wel eens genoemd. In de stappen waarmee je het risicogestuurd beheer en onderhoud kunt vormgeven. En we hebben daar met een groep van waterschappen het afgelopen jaar mee geëxperimenteerd, van elkaar geleerd. En daar zal Wouter straks op ingaan wat we daar precies hebben opgehaald. En ik wil met jullie even een aantal van deze bolletjes kort bespreken en even ook wat van mijn eigen ervaringen en reflecties hierop op teruggeven. Op de stappen uit deze handreiking. Mag ik de volgende dia? Nou, allereerst is het belangrijk dat je je areaal goed in beeld krijgt. Welke assets, welke objecten heb ik? De spullenboel noemen we dat ook wel eens. Oftewel, welke keringen heb ik? Welke waterkerende constructies, sluizen, keermiddelen, et cetera, heb ik allemaal? En vooral ook, hoe zijn die opgebouwd? Oftewel, waar zitten de te onderhouden onderdelen? Nou, dat is een onderdeeltje wat we de decompositie noemen. En daar zal ik straks bij de uitwerking van de NEN 2767 nog wat verder op ingaan. Maar binnen Delfant hebben we daar ook met elkaar flink van gedachten gewisseld. Hoe kan je dat nou het handigste doen? Dan mag ik de volgende dia. En hier heb je eventjes een soort gedachtensprongetje van allereerst moet je met elkaar bepalen wat is nou eigenlijk jouw beheerobject? Wat is nou een dijk? Ik heb hier even het voordeel erbij gepakt van onze primaire dijk, de Delfantse dijk. Die loopt van Hoek van Holland helemaal in het westen naar Rotterdam, naar Park Sluizen. Wat is nou je beheerobject? Is dat nou bijvoorbeeld een normtraject? Nou, op dat hele stuk zitten 3 trajecten. En die variëren van zo'n 4,5 tot 16,5 kilometer. Nou, 4,5 is misschien nog te overzien, maar een beheerobject van 16,5 kilometer, dat vind ik toch een beetje te lang. Dus dat is niet heel praktisch.
Nou, dan kan je gaan kijken van, nou, moet ik dan bijvoorbeeld een leggervak pakken? In dat hele stuk zitten 37 leggervakken. En die variëren van 200 tot bijna 900 meter in lengte. Dat wordt al wat hanteerbaarder. Maar de inspecteur in het veld bijvoorbeeld, ja, die kan natuurlijk een vak van 900 meter eigenlijk niet goed meer overzien. Dus is dan een inspectievak een logische indeling? Nou, we hebben al onze keringen opgedeeld in stukjes van ongeveer 100 meter. En dan kom je voor de Delftse dijk uit op 334 vakken. Je ziet ze eigenlijk dat met deze indeling iedere keer een factor 10 erbij komt. En met deze laatste zijn we eens mee verder gegaan. Mag ik de volgende dia? We hebben een pilot uitgevoerd. Een pilot bij de Bergelse Zwet. Daar ligt een gemaal en een sluis. Ik heb gekeken hier naar 12 kadervakjes van 100 meter. Dat zie je net in het linker plaatje. En je ziet eigenlijk de begrenzing in die vlakjes van het waterstaatswerk. En wat we uiteindelijk gedaan hebben, is we hebben gekeken van, nou, waar zitten alle kniklijnen. Ik heb de BGT erbij gepakt om te kijken van wat is het oppervlak. Is het gras, is het bos, is het woud. En uiteindelijk kwam ik daarmee op 294 onderhoudsobjecten. De kleinste overigens, die kan wel 1 vierkante meter groot zijn. Dus ik kwam er al vrij snel achter, dat is niet heel handig. En ik heb even een snelle berekening gemaakt. Als ik dit zou opschalen voor heel Delftland, kom ik op meer dan 300.000 van dit soort vlakjes uit. Dus we moeten hier een stukje aggregatie gaan doen op gelijksoortig beheer. Dat is de volgende stap, die hebben we nog niet gemaakt. Maar daar gaan we nou naar kijken hoe dat het handigste kunnen inrichten. De volgende dia graag. De volgende stap in het bollenschema is het bepalen van je prestaties en de risico's. Hè, dus je kering ligt in het veld en heeft als hoofdfunctie natuurlijk het keren van water. Maar daarnaast kunnen er allerlei andere functies aan zitten. Zoals recreatie of infrastructuur, daar kan natuurlijk een weg op liggen. Dus aan al die functies hangen verschillende prestaties, maar daar liggen ook allerlei risico's aan te grondslag. En die risico's die beoordeel je op allerlei aspecten. Dat kunnen veiligheidsaspecten zijn, milieu, imago. En je gaat kijken, als je de risicobeoordeling doet, wat voor effecten dat kan hebben. Dat kunnen effecten zijn die heel ernstig kunnen zijn. Hè. Dus in het geval van veiligheidsrisico heb je dan meerdere doden bijvoorbeeld. Maar dat kan ook heel gering zijn, dat je zegt van, nou, bij imago van, nou, is misschien eens een keertje een klacht van iemand. En je gaat kijken naar de kans van voorkomen en dan kom je uiteindelijk tot zo'n schema en dat zal elke organisatie voor zichzelf moeten gaan inrichten, zo'n bedrijfswaardematrix heet die ook. Dat hebben wij ook gedaan en daar hebben we ook naar elkaar gekeken, hoe kunnen we dit nou het beste toepassen. Mag ik de volgende dia? Want hoe maak je nou je prestaties aantoonbaar? Deze kaas gaat over het goed onderhouden van grasbekleding. We hebben gekeken van, nou, wat zijn de functionele eisen van die grasbekleding. Nou, die kan golfoverslag weerstaan. Wat zijn de technische eisen? Nou, dat de grasbekleding voldoet aan gesloten zoden. Of als die open is, dat die tenminste een kleidek heeft van meer dan 40 centimeter. En hoe ga je dat nou controleren? Wat zijn dan je prestatie eisen? Het is nog bij ons een ontwikkeling, maar een van de dingen waar aan zitten te denken is om dat te koppelen aan je inspectie, aan je waarnemingen. Dus als je dat bijvoorbeeld koppelt aan de digigids, dat je zegt van, nou, de grasmat moet tenminste inspectieoordeelmatig hebben. Of, en dat zal zo meteen uitgelegd worden bij die NEN 1767, een conditiescore van 4. En zo kan je, zeg maar, je prestaties koppelen aan de risico's die je daarmee kan lopen. Volgende diagraam. Nou, inspectie en monitoring, dat is de volgende stap. Je hebt aan de ene kant prestatie bepaald, dan ga je buiten kijken en hoe ligt dat er nou bij? Daar kom ik straks nog op terug bij de NEN 2767. Volgende dia. En als je eenmaal hebt gezien hoe de spullenboel erbij ligt, dan ga je een onderhoudsstrategie erop toepassen. We kennen bijvoorbeeld gebruiksafhankelijk onderhoud, toestelsafhankelijk onderhoud Nou, dat zijn een aantal van dit soort strategieën die je aan de voorkant moet bedenken. Welke strategie ga ik op wat ik hier voor beheerobject heb. Volgende dia. Ik wil je even een voorbeeld geven. Hoe wij daar bijvoorbeeld met onze droogteinspectie op dit moment mee omgaan.
Dit is een soort risicobeoordeling die we bij droogteinspecties hebben ingericht. We kijken in eerste instantie naar de dimensies van waargenomen scheuren. Of die nou kritisch is of niet kritisch. Dat hangt van de lengte, de diepte en de breedte af. Dan gaan we een risico-inschatting maken op basis van de neerslagverwachting. En dan kom je uit bij een urgentie van hoog, middel of laag. Dat hangt dus vanaf, verwachten wij binnen nu en 1-2 dagen bijvoorbeeld heel veel neerslag. Dan krijg je een veel hogere urgentie. En dat bepaalt onder andere welke maatregelen je gaat nemen. Als die urgentie hoog is, bij een kritische scheur, dan moet dus nu die scheur worden gerepareerd. En als dat niet het geval is, dan kan je zeggen van nou, dan plannen we een volgende week. Of als het een niet kritische scheur is, dan zeggen we van nou, we doen er niks, we gaan hem blijven monitoren. Volgende diagraaf. Nou, die maatregelen bepalen, dat spreekt eigenlijk voor zich. Dat merken we ook in alle uitwerkingen, dat misschien nog wel het makkelijkste is. Want dat is gewoon de set aan maatregelen die je als waterkeringbeheerder hebt voor regulier onderhoud of schadeonderhoud. De volgende dia. En dat allemaal verzamelt zich in je onderhoudsconcept. Dat is de hele verzameling van areaal en beeld tot en met de maatregelen is jouw onderhoudsconcept. Daarin heb je allemaal vastgelegd hoe jij je onderhoud wil gaan organiseren. En de laatste stap, en dat staat dan niet in dit bollenschema, is dat je het gaat plannen in de tijd op basis van de risico's die je daarmee hebt. In de volgende dia. Nou, eventjes samengevat. Want wat zijn nou de uitdagingen die ik eigenlijk bij de implementatie van de afgelopen jaar heb gemerkt bij het toepassen van risicogestuurd beheer en onderhoud. Dus wat is nou je beheerobject? En hoe kom je aan een efficiënte set aan het beheren onderdelen van je dijk? En wat we gemerkt hebben is dat je dus gewoon pilots, je pakt gewoon een klein gebiedje en je gaat het ook gaan echt doen. Dus ook in GIS in dit geval gewoon echt de zaken opknippen. Dan kom je er ook achter wat wel werkt en wat niet werkt. En dat je die ervaringen die je daarbij opdoet ook met elkaar moet delen. Dat je ook kunt, want er zit natuurlijk heel veel expertise in je organisatie. Maar ook met andere organisaties zelf. Dat zal Wouter straks ook nog even toelichten. Welke kracht erin zit om juist met een heel veel waterschappen bij elkaar te gaan zitten. Lastig is ook hoe je die prestatieindicatoren definieert. Dat geldt eigenlijk voor heel veel processen binnen de zorgplicht, hebben we gemerkt. Hoe formuleer je dat? Hoe maak je nou aantoonbaar dat je ook daadwerkelijk voldoet aan de eisen die je eigenlijk zelf stelt? Dus het handigste wat we gemerkt hebben is het gewoon te koppelen aan bestaande werkwijzen. De bestaande methodieken die je al toepast in je beheer. Maar vooral doe het samen. Doe het samen met je collega's in de grote breedte. En realiseer je dat het tijd kost. En neem die tijd ook. Want je zult toch veel kennis moeten delen en ook veel consensus met elkaar moeten gaan bereiken. Van hoe je het doet, maar ook van welke informatie heb je voor handen. Dit was mijn deel voor het risicogestuurd beheer en onderhoud. Dank jullie wel. Zijn er vragen verder binnengekomen? Nee, er is eigenlijk één opmerking gemaakt in het begin door Evelien. En dat ging nog even over die vraag of je het dagelijks doet of dat het nog in ontwikkeling is. Verder waren er nog geen vragen binnengekomen. Dus er is nu gelegenheid om via de chat vragen ter verduidelijking te stellen. Ja, en anders heb ik nog wat stellingen in de Mentimeter. Oh, dan stel ik voor om dat te doen. Jeroen. Laat onze techniek weer even schakelen. Ja, hij komt eraan. We gaan weer verder in de Mentimeter waar we net gebleven waren. Als het goed is, kan iedereen die net is ingelogd gewoon weer terug in de Mentimeter waar die net in zat. Ja, de volgende. En kan je de volgende vraag verschijnt dan. En anders moet je even op één ergens op als je klikken. Trouwens naar mijn verhaal beluistert, maar waarschijnlijk heb je, of hopelijk heb je ook al zelf wat ervaringen bij de implementatie van risicogestuurd beheer en onderhoud. Welke belemmeringen loop je dan tegenaan? Goede data. Goede data. Dat ik zie de data vaker terugkomen. Gebrek aan kennis, ja. Capaciteit. Ja, die zie ik vaker terugkomen. Data, capaciteit.
Ja, het is waar, Wouter. Het begint bij data. Dat mm-hmm. hebben we natuurlijk bij onze werksessies ook gezien. En die prestatie-eisen, dat is ook duidelijk een lastige. Zeker. Ja, het begint met je areaal in beeld hebben. Het is niet voor niks het eerste hoofdstuk van de handleiding. Ja. Misschien wel het langste hoofdstuk, dat ik moet doen. Dat zou goed kunnen. Nou, er komen aardig wat belemmeringen binnen, zo te zien. Zeker. Data, data. Heb jij nog meer vragen, Oscar? Ja, er is nog een tweede vraag, of een stelling, denk ik. Goede implementatie van risicogestuurd BeyondOut kan alleen maar, en dan heb ik hier een aantal opties, of daar kan je een soort puntenverdeling doen. Management commitment, die depositie, prestatie en risico's, onderhoudsstrategie of kennis. Het zijn eigenlijk volgens mij, behalve dan de bovenste onderwerpen die we net ook al terug hebben zien komen. Misschien kunnen jullie deze ook nog even invullen, kijken waar het zwaartepunt gaat liggen. Ik zie nog niks verschijnen. We hebben al 6 mensen gereageerd. Zes, ja. Maar moet het op 100% uitkomen? Ik weet het niet zeker. Ik zie nog geen resultaten verschijnen bij mij. Ja, maar volgens mij zijn er al wel 20 personen, ja. 21 personen er wel mee bezig om het in te vullen. Ja, ik zie ook niks verschijnen in mijn scherm. Dus. In ieder geval hebben we inmiddels een vraag van Gerard van Ramshorst, van Rijn en IJssel. Indicatoren hoeven niet 100% sluitend te zijn. Ze sluiten de PDCA. Moet de sturing en de verantwoording in relatie tot de normering altijd kwantitatief zijn? Oscar. Ja, dat is... ik wil even kijken waar mijn chatfunctie is gebleven. Ja, indicatoren hoeven niet 100% sluitend te zijn. Je hebt op het begin, je hebt dus inderdaad indicatoren over de PDCA, maar je hebt natuurlijk ook, je kan ook indicatoren benoemen over de kwaliteit van je dijk bijvoorbeeld, waar die aan moet voldoen. Dus dat werkt twee kanten op, hè? Dus een procesinrichting en een uitvoeringsinrichting. Daar kan je indicatoren op benoemen. En moet de sturing en verantwoording ten opzichte van de normering altijd kwantitatief zijn? Ja, lastig. Het maakt het wel makkelijker. Dan weet je tenminste altijd dat je het over hetzelfde hebt. En dan wordt ook de vergelijking tussen jaren wat beter. Dus ik zou er wel naar streven. Maar je kan je natuurlijk ook voorstellen dat je bepaalde kwalitatieve indicatoren gaat benoemen. Dat klopt. Ik krijg overigens via de WhatsApp van verschillende mensen het signaal dat ze dus wel wat hebben ingevuld, ja, maar dat het niet verwerkt. Het werkt niet. Nee. Jeroen, kan jij nog even? Ja, ik zie de antwoorden ook niet verschijnen. En waar dat dan ligt, kan ik zo snel niet achterhalen. Nee. Nu doet hij het hopelijk wel. Deze, ja, nou, dit is de laatste stelling volgens mij. Risico gestuurd BeyondOut als methodiek is natuurlijk niet alleen toepasbaar op waterkeringen, maar toepasbaar op eigenlijk het totale areaal van een waterschap of van Rijkswaterstaat. En ik denk dat het een goed idee zou zijn als elke waterkeringbeheerder toch tenminste kennis heeft van de methodiek en de gedachte daarachter. Dus ik ben erg benieuwd of jullie dat met mij eens zijn. Nu stromen de resultaten wel binnen. Zeker. En hard ook. Toch een aantal mensen het geheel oneens. Dat is nou jammer. Maar ja, het is een mening. Dus, dankjewel. Die hangt denk ik even samen met de vraag van wat versta je onder elke waterbeheerder? Bedoel je daarmee organisatie of persoon binnen een organisatie? Personen binnen de organisatie, ja. Het is een methodiek die in feite doorwerkt in alle... werkzaamheden die direct gerelateerd zijn aan de assets van een waterschap. Eigenlijk op alle fronten.
Ik heb iemand opgevat heel... voor elke organisatie. Dus dat vind ik inderdaad wel een onderscheid dat je zou moeten maken. Prima. Nou, dank jullie wel. Goed, dan gaan we nu door naar de tweede presentatie. Die zal gegeven worden door Wouter Muggen. Wouter was betrokken bij een aantal verdiepende werksessies afgelopen tijd over natuurlijk risicogestuurd beheer en onderhoud. Nou, we hebben net een hele hoop belemmeringen langs zien komen. En misschien dat Wouter, als hij ons wat gaat vertellen over die verdiepende sessies, dat hij een paar van die belemmeringen wellicht kan weghalen. Wouter. Ik hoop het, Ferdy. Ik hoop het. Mijn naam is Wouter Muggen. Ik ben adviseur bij adviesbureau Infram en ik werk bij de STOA als projectsecretaris voor het VW-programma. En vanuit die rol faciliteerde ik de werksessies risicogestuurd beheer en onderhoud. Moet ik er wel even bij zeggen dat al het voorbereidende werk, het is het bij elkaar brengen van de mensen en het organiseren van de sessies zelf, dat gedaan is door Britt van Haastrecht. Ik zie dat ze niet aanwezig is vandaag bij de sessie, maar het was heel fijn dat zij zo alles goed heeft voorbereid en dat ik alleen nog maar de sessies hoefde te faciliteren. Naar de volgende dia, alsjeblieft. Nou, hier eigenlijk het bekende verhaal wat jullie ondertussen wel kennen. De eerste twee werksessies die konden we gelukkig nog in januari en februari fysiek organiseren in het waterschapshuis hier in Amersfoort. Zoals jullie op de foto zien, totaal niet coronaproof. We zaten in een heel klein hokje met z'n allen, wat heel goed is voor de interactie, maar niet zozeer voor het verspreiden van een virus. We hebben helaas de fysieke bijeenkomsten moeten stoppen. Maar we hebben in mei besloten om toch door te gaan met de werksessies, maar dan op een digitale manier in Zoom. En dat ging eigenlijk best goed. De reacties daarop waren best positief. Volgende dia, alsjeblieft. Nou, hier een kort overzicht van hoe de werksessies eruit zagen. Eigenlijk in principe hebben we de handreiking, risicogestuurd beheer en onderhoud van waterkeringen gewoon hoofdstuk voor hoofdstuk doorgenomen. Maar wat leuk was, is dat de werksessies werden begeleid en getrokken door één of twee waterkeringbeheerders. En dat die vanuit de eigen organisatie affiniteit hebben met een bepaald hoofdstuk uit de handreiking. En zo ook goede praktijkvoorbeelden konden laten zien van hoe het nou is om te denken binnen het risicogestuurd beheer en onderhoud raamwerk en om dit toe te passen. En het eerste deel van zo'n werksessie was dan vaak theorie, was een stukje zenden. En het tweede deel, dan gingen we echt met de theorie in de praktijk aan de slag. En het liefst dan met een stukje praktijk uit de organisaties die aanwezig waren. Mag het naar de volgende dia? Als het goed is een animatie, dus Jeroen, je kan hier een paar keer doorklikken. Want hier even een kort overzicht van de waterkeringbeheerders die er allemaal bij betrokken waren. Nou, het waren Delfland, Zuiderzeeland, Hollands Noorderkwartier, Drentsch-Overijsse Delta, Stichtse Rijnlanden, Vallei en Veluwe, Schieland en de Krimpende Waard, Rivierenland, Hollandse Delta en natuurlijk Rijkswaterstaat. Nou, dan ga ik jullie nu even meenemen in de werksessies die zijn georganiseerd. En dan gaan we dus weer hoofdstuk voor hoofdstuk langs. Dus het komt als het goed is bekend voor met wat Oscar net liet zien tijdens de eerste presentatie. Want tijdens de eerste werksessie namen Oscar en Erwin Hoogema Schoen van Hollands Noorderkwartier, Oscar uiteraard van Delfland, ons mee in het thema areaal in beeld. En in de handreiking wordt hiervoor de NEN 2767 aangehaald als methode voor de decompositie van de waterkeringen. En Oscar liet ons zien hoe zo'n decompositie eruit kan zien. Indeling in zowel lengte als dwarsrichting. En er werd een mooi voorbeeld gegeven van het monopoliemodel. Dat zien jullie rechtsboven. En dit monopoliemodel, ja, dat is eigenlijk het klassieke monopoliebord wat jullie kennen. Alleen dan om een polder na te bootsen met daarin alle verschillende onderdelen in je waterkering. En dat gaf een mooi beeld van hoe integraal je moet denken als je je totale areaal in beeld wil hebben. Je moet als waterkeringbeheerder echt over de schutting van je eigen organisatie heen kijken om je totale areaal in beeld te willen hebben. Want een waterkering bestaat natuurlijk uit veel meer dan alleen een grondlichaam. Er zitten kunstwerken in, er zitten niet waterkerende objecten in die allemaal heel erg belangrijk zijn voor het risicodenken.
Vervolgens liet Erwin, die liet ons zien hoe Hoogheemraadschap Noorderkwartier op dit moment mee bezig is met het in het beeld brengen van hun areaal. Dat zien jullie rechtsonder en linksonder ook. Linksonder zien jullie de opdeling van een element in dwarsrichting met de verschillende elementen. En de verschillende taluds, een kruin en hoe je dat dan zo mooi kan indelen in een digitaal systeem. En rechts zien jullie de opdeling in lengterichting. En Oscar gaf in zijn eerste paar dia's al aan hoe zij dat bij Delfland hebben aangepakt. Erwin liet zien dat Hollands Noorderkwartier dit voornamelijk doet op basis van de normtrajecten en de IPO-clusters voor de regionale keringen dan. Nou, vervolgens gingen we ook met elkaar aan de slag om met eigen data te kijken hoe zo'n opdeling gemaakt kon worden in zowel lengte als dwarsrichting. Maar waar hier tegenaan werd gelopen is dat je hier toch echt, het werd net ook al gezegd in de Mentimeter, echt de goede data en gistdata voor moet hebben. En dat je hier ook in moet kunnen werken tijdens zo'n werksessie. Mag de volgende dia. Nou, de tweede werksessie ging over prestaties en risico's. En hierin nam Dirk Pruimboom van Hollands Noorderkwartier ons mee in de risicomatrix, die jullie net ook al even hebben gezien. De risicomatrix staat rechtsboven. En op de X-as, daar zien jullie de organisatiedoelstellingen. En op de Y-as zien jullie de gebeurtenissen, ongewenste gebeurtenissen met betrekking tot deze doelstellingen. En je kan er dan een waarschijnlijkheid van optreden aan deze gebeurtenissen hangen. En je kan als organisatie dan kiezen van hoe acceptabel je zo'n ongewenste gebeurtenis vindt. Nou, klein voorbeeld is bijvoorbeeld dat een bepaald gebied binnen je areaal zou eens in de 100 jaar best wel niet bereikbaar mogen zijn vanwege wateroverlast of kleine overstroming. Maar zodra dit eens in de 10 jaar optreedt, ja, dan heb je als beheerorganisatie een probleem. Hè, die keuze die kan je maken. Nou, vervolgens zijn we gaan oefenen met het opstellen van zo'n risicomatrix. Maar er komt toch wel uit naar voren dat dit lastige materie is, dat risicodenken. Want je moet namelijk goed bedenken welke waarnemingen leiden tot een ongewenste situatie. En wat is dan de kans van het optreden van deze situatie en het risico wat eraan is verbonden. Volgende dia alsjeblieft. In de derde sessie namen Peter Bonen van Vlei en Veluwe en Arjan van Maren van Rijkswaterstaat ons mee met de onderwerpen inspectie en monitoring en onderhoudsstrategie. Nou, eerst lieten Peter en Arjan zien wat voor soort inspecties gedaan worden bij Vlei en Veluwe en Rijkswaterstaat. En daarna ging het over de verschillende onderhoudsstrategieën. Gebruiksafhankelijk onderhoud, toestandsafhankelijk onderhoud en storingsafhankelijk onderhoud. En wanneer je deze vormen van onderhoud toepast en wat dit betekent voor de manier van inspecteren en onderhouden van je waterkering. Volgende dia. Werksessie 4 ging over het bepalen van maatregelen. En hierbij werd door Oscar mooi de koppeling gemaakt tussen de onderhoudsstrategieën uit de vorige sessie en de onderhoudsregimes die je hierop kan toepassen. Dan ging het met name over preventief en correctief onderhoud. En daarna hebben we Peter van Duivendijk van Schieland in de Krimpende Waard gekeken naar zijn maatregelentabel die binnen Schieland wordt gebruikt. En daarin kijk je naar welke onderhoudsstrategie past bij een bepaalde faalvorm. En wat is dan de bijpassende onderhoudsstrategie? Nou, we hebben toen in van die breakout room groepjes hebben we deze maatregelentabel ingevuld voor 3 soorten dijkbekleding. En daarna kwamen er nog 3 casussen aan de orde, waarvan jullie een voorbeeld rechtsonder zien van Waterschap Rivierenland. En hebben we gekeken naar deze casus van, wat is het schadebeeld? Wat zien we? Wat is het gebrek? En welke onderhoudsstrategie past bij dit gebrek om dit vervolgens dan weer op te lossen? Volgende dia. Nou, de laatste werksessie, die was heel toevallig vorige week. En daar vertelde Dirk Pruimboom van Hollands Noorderkwartier ons over de onderhoudsconcepten waar zij op dit moment binnen hun organisatie mee bezig zijn. En hij liet zien dat ze bezig zijn met een bibliotheek van allemaal verschillende onderhoudsconcepten, een soort bouwstenen per bouwdeel en materialisatie, die je dan op de verschillende beheerobjecten in je gebied kan toepassen. Hier zien jullie links onder een voorbeeld van. Er worden dus onderhoudsconcepten gemaakt voor bijvoorbeeld grasbekleding, steenbekleding, asfaltering, etc. En wat wel leuk was, is dat hij ons ook heeft meegenomen door een van deze onderhoudsconcepten. Het was dus nog een concept. Van waterbouwasfalt. Nou, dat hebben we zo met z'n allen hebben dat doorgenomen. Mag de volgende dia? Nou, tijdens de laatste werksessie vorige week hebben we ook een korte evaluatie gedaan onder de deelnemers, wat ze nou vonden van deze werksessies.
Nou, zoals jullie kunnen zien in de resultaten van de Mentimeter was deze evaluatie best, best positief. Nou, daar waren we als, als STOA en Rijkswaterstaat natuurlijk heel erg blij mee. En voornamelijk wat naar voren kwam was dat het een goede aanvulling is op de handreiking. En dat de deelnemers juist door die interactie tussen de verschillende waterschappen en dat de werksessies echt georganiseerd werden door waterschappen, ze een goed beeld hebben gekregen van wat het nou betekent om deze manier van denken, risicogestuurd beheer en onderhoud, in de praktijk toe te passen en binnen je organisatie. Nou, we zijn op dit moment ook bezig met het voorbereiden van nieuwe werksessies in 2021. En het idee is dat deze als het ware basiswerksessies, die we nu voor het eerst hebben gedaan, nog een keer herhaald gaan worden voor personen en organisaties die hier nu niet bij betrokken waren en er toch graag meer van willen leren. Maar we willen toch ook weer een verdiepingsslag maken als vervolg op de sessies van dit jaar. Denk dan bijvoorbeeld aan een koppeling risicogestuurd beheer en onderhoud en het WBI. Nou, dat moet nog verder uitgewerkt worden. Nou, dat was mijn laatste dia over de terugkoppeling van de werksessies van dit jaar. Ik hoop dat jullie een beetje beeld hebben gekregen wat we met z'n allen, nou, man of twintig, het afgelopen jaar hebben gedaan. En dan geef ik nu graag weer het woord aan Oscar. Nou, wacht even. Oh. Nou. Ja, ik kijk even en naar de chat. Maar stel nu voor dat iemand, Wouter, ja, van een van de onderwerpen daar nog wat meer over wil teruglezen of iets dergelijks. Wat is er dan mogelijk? Ja, nou, er gaat sowieso nog een best practice document worden opgesteld. Dus dat is eigenlijk als het ware een samenvatting van wat we tijdens de werksessies hebben gedaan. En waar dus ook de praktijkvoorbeelden die gepresenteerd zijn nog een keer met jullie gedeeld worden. Dat document zal gepubliceerd worden op de website van zowel de STOA als het PUW-programma. Ja, en voor de rest kan je natuurlijk altijd contact opnemen met het PUW-programma. PUW@stoa.nl, geloof ik, uit mijn hoofd. Ja, moeilijk. Via de STOA is die informatie dan zeker te vinden. Ja. Dat is fijn om te horen. Er zijn twee opmerkingen gemaakt, waarbij overigens ook twee keer gezegd werd dat de handreiking op zich een mooi boekje is, een mooi stukje werk is. Eén vraag gaat erover, heb je ook gebruik gemaakt van kennis en ervaring uit de afvalwaterketen? Die heb jij ook per chat al even beantwoord, Oscar. Maar ik herhaal het hier eventjes, omdat niet iedereen misschien die chat ook zit bij te houden. Ik zeg van nee, meer de ervaringen vanuit harde infrastructuur. Ja. En er is ook de vraag gesteld van of dit ook voor watersystemen gedaan is. Weet jij dat eigenlijk, Wouter? Niet uit mijn hoofd, nee. Ik ben echt vooral hierbij betrokken geweest. Ja. Nou, bij mijn weten niet, maar mocht ik het fout hebben, dan weet ik zeker dat Ludolf met plezier even via de chat zal aangeven dat het net even anders zit. En dan is er een vraag van Erik Evers. Is er naast een bibliotheek van onderhoudsconcepten ook een bibliotheek van faalwijzen? En dan met faalwijzen denk ik dat de gebreken worden bedoeld. Faalmechanismen. Faalmechanismen. Is daar nu een... Nou ja, dat zijn natuurlijk, binnen het BPI zijn natuurlijk ook allerlei faalmechanismes benoemd. Ja, precies. Ik denk niet dat dat afwijkt, zeg maar. Nee. Dus dat zou je een bibliotheek kunnen noemen. Ja. Maar dat is niet heel erg organisatiespecifiek. En dat zijn natuurlijk die onderhoudsconcepten uiteindelijk wel. Zeker, ja. Goed, we gaan door met ons programma. Ik had jullie van tevoren al gezegd dat het een redelijk gecondenseerd gebeuren is allemaal. We lopen redelijk goed in de tijd. We krijgen nu van Oscar eerst een introductie op de NEN 2767 ten aanzien van die conditiemetingen. En daarna gaan Oscar en Wouter twee casussen met ons behandelen. Oscar. Ja, mag ik de volgende dia? Ik denk dat we even naar de Mentimeter weer kunnen. Ja. Mooi terugkerend thema. Dat is toch handig, hè? Nou, wat jullie natuurlijk niet zien is dat wij onze held Jeroen op de achtergrond hebben die de techniek voor ons verzorgt. Zeker. Hij staat weer klaar, hoor. Ja, de volgende dia, denk ik. Ja, de NEN 2767. Lettertjes, cijfertjes, waar denk je zo aan? Zet dat eens in de optie in de Mentimeter. Kunstwerken, al bekend, ja.
zeg me niks. Dat komt goed uit. Dan hoop ik dat dat straks ietsje meer duiding krijgt. Decompositie. Elementen en bouwdelen. Ja, dat zijn de termen die straks terug gaan komen. Gebouwen. Dat is inderdaad een goed punt. De NEN 7067 is oorspronkelijk ontwikkeld in de gebouwde infrastructuur. Dus voor gebouwbeheer, dat klopt. En later is die vertaald naar infrastructuur, dus wegen en uiteindelijk nu dijken en dammen en duinen. Ik zie ook veel het begrip uniformiteit terugkomen. Ja. Prachtig, mag ik de volgende? Wie, en dat kan ook weer jijzelf zijn of jouw organisatie, gebruiken we de NEN voor inspecties of conditiemetingen van dijken? Nou, ben ik benieuwd. Bam. Dus je kan kiezen tussen dat je het alleen voor de conditiemeting gebruikt, alleen voor inspecties of voor allebei. Of niet, natuurlijk. Dat is wel op dit moment de voorkeuze. Ja, Evelien, dat je het niet weet, dat ja, dat is een goede vraag aan je organisatie. Ja. Nou, we vermoeden al wel een beetje dat het nog vrij weinig wordt gebruikt. Hè. Ik denk dat als ik dezelfde vraag met de digigids had genomen, dat we een heel ander beeld zouden krijgen. Oké, ga maar door. Ja, ik denk het ook. Nou, dank jullie wel. Even kijken, de volgende, dat zal... Nou, hebben jullie, als degene die het gebruiken, nou laten we deze maar even overslaan. Dan gaan we even terug naar de presentatie. Want er waren uiteindelijk maar twee mensen die ja hadden ingevuld. Iemand zei ook voor kunstwerk. Voor kunstwerk, ja, precies. Ik zie dat twee personen dat inderdaad hebben gezegd. Voor volgende diagraam. Nou, weer even terug naar het begin. Van waarom willen we dit? Want de zorgplicht, komt hier weer, die heeft gesteld dat de werkzaamheden binnen de activiteit inspectie van de primaire waterkeringen worden geprioriteerd op basis van een inschatting van de risico's. En dan komt gelijk weer de vraag naar boven, ja, en hoe doe je dat dan? Kijk je ook nog even naar in het kader zorgplicht staat bij welke referenties je kunt gebruiken, dan zie je de handreiking inspectie waterkeringen en de digigids. Dit was volgens mij uit 2016 is die kader zorgplicht opgesteld. En dat waren toen inderdaad de gangbare producten die er voorradig waren. En nu hebben we zitten nadenken van ja, kunnen we, kan het ook nog op een andere manier? En kunnen we vooral, en dat is nu de volgende dia, van waarom willen we dit? Maar daar kom ik dan zo nog even op terug. Want het is een vorm van standaardisatie. Standaardisatie van het inspectieproces. En we zijn onbewust al 22 jaar bezig om met elkaar, Waterkerend Beheer Nederland, te werken aan standaardisatie. En dat begon in 1998 met de groene gidsen. En die zijn uiteindelijk geland in 2009, dus in de digigids. En nu kunnen we gaan eens kijken of we een volgende stap kunnen maken met de NEN 2767. En ik denk dat ik een heel aantal documenten nog vergeten ben. Allerlei kennisdocumenten rondom asfaltbekledingen, grasbekledingen, websites. Ik zie Peter Bonen al fronsen. Waar is mijn website grasbeheer? Volgende diagraaf. De NEN 2767 gaat over conditiemeting. En wat is nou een conditiemeting? Noem je dat? Het is een gestandaardiseerde methode voor het waarnemen en het kwantificeren en kwalificeren van gebreken. Dat zijn gewoon schades. Als gevolg van technische veroudering aan bouwdelen door middel van zintuiglijke waarneming. Wat bouwdelen zijn, kom ik zo nog even op terug. Die zintuiglijke waarnemingen is dus gewoon wat je kunt zien, wat je kunt horen, wat je kunt voelen. Het is dus niet dat je, zoals bijvoorbeeld bij het beoordelen van je grasbekleding, dat je een schep in het gras zet en kijkt hoe het met de doorworteling zit. Dat is niet desnens, zeg maar. Als we nu even deze
definitie vergelijken met wat gangbaar is uit de DIGI-gids, dan zijn dus die gebreken, dat zijn de schades of de parameter. En het bouwdeel is dan het element waarop je dat beoordeelt. De volgende dia. Waarom willen we dit nou doen? Nou, uiteindelijk is deze methodiek toepasbaar op alle waterkerende objecten. In het plaatje hiernaast, dat voorbeeld, dat is een kleine samenvatting van een NEN 2767 inspectie van een van onze sluizen. En de scores die je daar ziet, betekenen hetzelfde als dat je de scores zou toepassen op een dijk. Dus dat betekent dat je eigenlijk al je waterkerende objecten op dezelfde manier, uiteindelijk kan je zeggen, daar hangt ook een bepaald risicoprofiel aan vast, zou kunnen beoordelen. Die scores die geven inzicht in het verval, of het einde van levensduur van jouw object dat je beoordeelt. Daar kom ik zo nog even op terug. In de NEN 2767 zit ook een hele duidelijke standaardisatie in de opbouw van de dijk, of van je dam of van je duin. Dat zal ik zo meteen ook laten zien. En uiteindelijk kan je natuurlijk die makkelijkere koppelingen maken aan je onderhoudsmaatregelen. Volgende dia. Nou, die conditiescoren. De DIGI-gids die kent er 4. Hè? Goed, redelijk, matig, slecht. De NEN gebruikt een 6-puntschaal. Maar die 6-puntschaal, die loopt van uitstekend tot zeer slecht, die betekent ook iets. Elke keer als je een score naar beneden gaat, hè, dus van 1 naar 2 of van 2 naar 3, ga je de helft in levensverwachting achteruit. Oftewel, van 1 naar 2, dan zit je eigenlijk op de helft van einde levensduur. En natuurlijk, naar het eind toe wordt het wat dubieuzer. Dan loopt in een rechte lijn, dan zou je ook een stippellijntje kunnen bedenken. Maar het betekent natuurlijk wel dat op het moment dat jouw object hier slecht scoort, dat die eigenlijk rijp is voor de sloop. Dit is die vervalstrategie. Dus die scores die betekenen ook iets. Volgende dia. Als je nou als inspecteur buiten loopt en je gaat waarnemen, waar neem je dan op? Hoe kom je nou tot die conditiescore? Je doet je waarneming op 3 onderdelen. Ernst, intensiteit en omvang. De ernst kent 3 schalen. Ernstig, serieus en gering. De intensiteit, begin, gevorderd en eind. De omvang, de 5-puntschaal van incidenteel tot en met algemeen. Jullie zien het in het plaatje. En die score is dus een samenvoeging van deze 3. Dus in het voorbeeld wat ik hier even uitwerk, een serieus gebrek in een gevorderd stadium die aanzienlijk voorkomt, krijgt een score 3. En zo werkt de NEN 2767 conditiescore. Even een vergelijking in de DIGI-gids hebben we dus goed redelijk matig gezegd. En wat we gedaan hebben is, we hebben de redelijk matig en slecht onderdelen gebruikt voor de vertaling naar de intensiteit. En dat zal straks ook in de beschrijvende onderdelen van de NEN terug te vinden zijn. Dus de beschrijvingen uit de DIGI-gids zul je daar ook in terugvinden. Volgende diagram. Nou, om deze NEN goed te kunnen toepassen, wil je jouw gebreken koppelen aan het kleinste onderdeel van je decompositie. Dat noemen we hier het bouwdeel. En om nou voor jullie even een klein voorbeeldje te geven, hè, dus het beheerobject dijk, we kijken hier naar een regionale kering. Dat wordt geïnspecteerd door collega Cor. En die kijkt hier naar het element kruin in dit geval. Dus, en naar het bouwdeel bekleding. En het bouwdeel bekleding heeft het materiaal gras. En vervolgens gaat hij dan de gebreken die hij wil waarnemen daaraan vastleggen. Het kan ook zijn dat er niks aan de hand is, dan krijgt hij een conditiescore 1. Dus de decompositie bestaat uit beheerobject, element en bouwdeel. En een bouwdeel kan dan weer uit verschillende materialen bestaan. Nou, we hebben nu heel erg veel met elkaar gediscussieerd afgelopen jaar binnen de expertgroep van de NEN 2767. En we hebben dus al die elementen en al die bouwdelen die op dijk en dammen voorkomen met elkaar besproken en bepaald. Nou, hier zie je enkele voorbeelden. Kerende constructie, binnentenut, kruin, buitentenut. Nou, allemaal termen die jullie kennen en herkennen. Volgende. Hetzelfde geldt voor bouwdelen. En daar merk je dat je af en toe soms wat andere benamingen zult gaan aantreffen. Of dat soort anders betekenen dan wat je misschien vanuit meer de DIGI-gids herkent. He, dus een damwand, een opsluitband, een hek, dat is herkenbaar. Maar we noemen het bekleding. We noemen het geen grasbekleding en we noemen het geen steenbekleding. We noemen het bekleding met materiaal, gras
materiaal steen. Volgende dia. Klein voorbeeldje dus. En in die gids heb je elementgroep asfaltbekleding, element asfaltbeton en dan het gebrek gat. Dat is het voorbeeld wat je hiernaast ziet. In de NEN heet dat dan op bouwdeelniveau bekleding, materiaal asfaltbeton en gebrek gat. Dat is gewoon bijna hetzelfde. Volgende. De gasbekleding. Als je daar graafrij klein hebt als gebrek, dan zul je dat zien dat dat in de NEN vertaalt tot je ziet een gat. Dus je gaat niet de oorsprong van wat is de oorzaak van het gebrek waarneming binnen de NEN, maar je gaat gewoon wat je ziet, namelijk je ziet een gat. Volgende. En bij bijzondere constructies, nou, dan zie je eigenlijk hetzelfde, dat je op het gebrek aansluiting grondlichaam uitkomt. Bijna allemaal dezelfde termen. We hebben ook ontzettend ons best gedaan om de digigids zoveel mogelijk te laten landen in de NEN 2767. Nou, waar staan we nu? Dijk en Dam, de database zijn goedgekeurd door de commissie en hopelijk eind van dit jaar komen ze beschikbaar. De expertgroep Duin is gestart en we zijn bezig met het schrijven van een document, een STOA, PUW-publicatie, waarin het gebruik van deze norm voor de waterkeringbeheerder verder wordt uitgelegd en toegelicht en ook alle overwegingen die we hebben gemaakt hier worden verduidelijkt. Nou, dat was denk ik mijn onderdeel ook voor de NEN. Ja, ik heb jou natuurlijk mooie verhaal laten vertellen, maar ondertussen zijn er op de chat ook nog wel een paar vragen binnengekomen. Ik zag wat er binnen. Zo is er bijvoorbeeld de vraag, hè, toen je vertelde van die zintuigelijke beoordeling van de conditie en de afname daarvan, had je het eigenlijk over veroudering. De vraag is, het kan toch ook gaan over beschadiging? Ja, dat hoeft niet automatisch parallel te lopen aan veroudering. Nee, dat klopt, maar dat kan natuurlijk dat klopt, ja, dat is okay. De beschadiging leg je ook. Ja. Ja. En iets anders, dat is iemand die zegt van ja, je benoemt dan alleen gebreken, waarom benoem je eigenlijk bij die conditiebepaling ook niet wat juist wel goed is, dus de kwaliteit? Nee, de methodiek, ja, dat heet het dan gebreken, maar uiteindelijk neem je eigenlijk alles waar. En dat kan dus betekenen dat jij een bouwdeel ziet waar je eigenlijk niks aan ziet. En dan kom je dus via de methodiek uiteindelijk op score 1 uit. Dus goed. Dus eigenlijk kwalitatief zeg je dat die nagenoeg gelijk is aan nieuwbouw. Ja. Dan vragen er verschillende mensen naar hoe die NEN 2767 zich verhoudt tot andere waterstandaards. Zoals de AQUO en de DAMO. Kun je daar iets over zeggen? Ja, dat zijn natuurlijk wel twee hele andere dingen. De DAMO is een database format waarin je gegevens gaat opslaan. De inspecties, bijvoorbeeld volgens de digids, worden ook nu niet in DAMO format opgeslagen. Dus dat zit hier niet helemaal aan gerelateerd. En de andere is de AQUO. Wat wij gedaan hebben is, wij moesten nou niet alleen dus de decompositie en alle gebreken aanleveren aan de NEN, maar ook definities aanleveren. En daarbij hebben we onze veel mogelijk gebruik gemaakt van de gangbare definities uit AQUO of uit het BBI. Een omschrijving van definities. Ja. Er is overigens ook door Erwin Hogema Schoen ook een antwoord gegeven op deze vraag. Dus ook, ik raad iedereen aan om dat nog eventjes na te lezen. Ja, Erwin zat ook in de expertgroep. Ja, even kijken dan Gerard van Ramshorst. Over die score en de relatie met levensverwachting is veel discussie. Is die statistisch voldoende onderbouwd? Type object installaties is zeer bepalend. Daarom kan je dit niet zo generiek inzetten, lijkt hij te horen. En hij checkt dat. Nou, een van de discussies waar we het met elkaar veel over gehad hebben, is inderdaad in hoeverre deze hele vervalstrategie ook van toepassing is op bijvoorbeeld grasbekledingen, waar je natuurlijk wat andere mechanismes hebt in ja, hoe zich dat ontwikkelt, zeg maar. Sterker nog, op het moment dat je grasmat aanlegt, zal die in eerste instantie, de eerste jaren, zelfs beter worden dan dat die was bij aanleg. En dat is natuurlijk heel niet hetzelfde als dat je een steenbekleding aanlegt. Ja, dat ja. Dus ja, ik herken deze opmerking. Ja. Nou, Wouter-Jan Klerk maakt een opmerking die volgens mij aansluit op de eerder besproken van, gaat het alleen om veroudering of ook om beschadiging? Ja. En dan hebben we Stefan Henkers. Hoe zijn de ondergrondse lagen opgenomen in de standaard decompositie? Denk aan kleilaag, eventueel zand. Niet. Je
maakt een conditiemeting op dat bouwdeel wat je ziet in feite. Wat waarneembaar is. Stel nu dat door een of andere schade, zeg maar, je zandkern naar boven komt. Ja, dan kan je natuurlijk iets vertellen over het grondlichaam. En namelijk dat je zand ziet. En dan gaan natuurlijk alle alarmbellen af. Maar in principe leg je alleen de schades vast. Of doe je conditiemeting aan de bouwdelen die je ook daadwerkelijk kunt waarnemen. En niet aan, hebben ze bijvoorbeeld ook veel discussie gehad van, hoe zit het nou met kwelschermen? Nou ja, op het moment dat een kwelscherm zichtbaar is, dan kan je er wat van vinden. Maar als die niet zichtbaar is, dan kan je er ook niks aan waarnemen. En dan leg je er ook niks van vast. Ja. Ik ga even de opmerking in de chat hier nu bij laten. Ik kijk natuurlijk ook de hele tijd met een schuin oog naar de tijd. Ja. Want we lopen wel ietsje uit. Nu komen de twee casussen aan bod. Tenminste, we hadden van tevoren bedacht twee. Jullie hebben daarvoor, want jullie gaan dat gezamenlijk doen, Wouter en Oscar. Jullie hebben daar dan nog, even goed kijken, tot 45, dus een kwartier voor hadden we bedacht. Of we hadden bedacht 25 minuten en daar heb je dus nu nog maar een kwartier ongeveer voor. Ik denk dat we er eentje gaan doen. Misschien moeten jullie er één doen, dat lijkt me heel verstandig. Jeroen, ik denk dat we weer even naar de Mentimeter gaan dan. Misschien moet je even een paar doorklikken. Deze mag je doorklikken. Deze. Dan komen we bij de casus. Ja. Oké, we willen graag met jullie dat jullie ook wat gaan spelen, gaan oefenen met het gebruik van de NEN 2767. Per slotverrekening is dit een workshop. En dan moeten jullie dus ook wat gaan doen. We hebben hier een casus en ik kom in een lekdijk en volgens mij is het niet helemaal in orde met deze steenbekleding. En eigenlijk mijn eerste vraag aan jullie, wat zie je? Hoe zou je dit gebrek wat je ziet omschrijven? Dat is de eerste vraag die je mag invullen. Verzakking, kapotte bekleding, gat, geen gesloten bekleding, verdwenen bekleding. Ja, dat is wel een manier. Missen van blokken. Ja. Ja. Losliggende bekleding. Aansluiting grondlichaam. Oeps, ja. Ja, het is allemaal waar. En... Als je hier natuurlijk als inspecteur rondloopt, dan ga je misschien wel meerdere dingen inderdaad benoemen. Ik blijf even weg bij wat nou exact het gebrek omschrijving zal zijn binnen de NEN. Maar dit zijn natuurlijk inderdaad de gebreken die we hier zien. En verzakking is er zeker eentje. Ik zie nu steenbekleding terugkomen, dat is geen gebrek. Ga maar door. Ja, de volgende. Nu is de vraag even in welk element is dit gebrek aanwezig? En nu kun je maar uit een beperkt aantal omschrijvingen van elementen kiezen. De bodem, de vooroever, het voorland, buiten de talud, buiten de berm of de kruin. Het zijn een beetje de elementen die in het plaatje ook zichtbaar zijn. Het lijkt een duidelijke verdeling te komen. Oh nee, er is nu wel echt één favoriet. Ja, buitenlid en vooroever. Ik denk dat het voornamelijk buitenlid is, maar ja, er zit natuurlijk ook wel wat gebreken in de vooroever. Dat klopt zeker wel. Het is net even waar je stopt en waar je doorkijkt. Ja. Ja, want is volgens de decompositie, Oscar, de vooroever wat onder water ligt? Ja, zo hebben we dat nu benoemd. Ja. Maar zoals dat plaatje wel te zien was, is dat daar natuurlijk ook gebreken aanwezig zijn. Dus dat is het element. Je ziet hier dus vooral profielonderdelen van het dwarsdoorsnede van je kering. De volgende mentimetervraag graag. In welk bouwdeel zit dit gebrek? En dan krijg je de bouwdeelbenamingen te zien zoals we dat hebben uitgewerkt. Ook weer een beperkte keuze. En hier zitten, ik verklap het maar gelijk, ook een aantal foute antwoorden tussen.
bouwdeelbenamingen die niet kloppen. Een goede instinker ook. En degene die goed geluisterd heeft net. De meesten die hebben goed geluisterd. Het is inderdaad de bekleding. De NEN die schrijft voor dat je in de naam van je element of van je bouwdeel niet een materiaalbeschrijving mag opnemen. Dus steenbekleding klopt niet. Het is namelijk bekleding met materiaal soort steen. En doorgroeisteen, ja, we zien doorgroeistenen, maar dat is dus steen. Ja, de volgende weer. Nou, volgens mij heb ik deze al beantwoord. Wat voor materiaal is dat? Kijk, ze gratis. Eens kijken of wat je op een anders, gaat antwoorden. Dat is nou jammer. Als een docent tijdens de toets een antwoord afgeeft. Kruidachtige vegetatie. Ja, die is wel zichtbaar. Dat klopt. Kruidachtige vegetatie is overigens een materiaalsoort die benoemd is voor nou ja, wat je zeg maar nu al de bloemrijke dijken zou gaan noemen. En grasbeton is dus niet de benaming zoals we dat gebruiken binnen de NEN, maar het heet in dit geval inderdaad gewoon steen. Oké, de volgende dia. Dus, samenvattend, we hebben het, en ik pak maar eventjes de grosso modo over het element buiten teluut, gebrek, verzakking of gaten. Bouwdeel bekleding en materiaal een soort steen. Dit is de waarneming. Maar hoe scoort deze nu in je NEN 2767? Wouter, ja. Wat mag jij dat doen? Zeker, dan mag je naar de volgende dia. En dan zien jullie rechtsboven zien jullie de matrix die wordt gebruikt voor de risicoscore, of de conditiemeting, sorry. En dan beginnen we zometeen, mag de volgende dia wel alvast, met de ernst van het gebrek wat we zien. En de ernst die wordt dus bepaald door de mate van invloed van het gebrek op het functioneren van het bouwdeel. Dus in dit geval dus de bekleding. En dan kunnen jullie nu kiezen van is dit gering, serieus of ernstig wat we hier zien. Ja, nu komen natuurlijk de kennis en kunde van de inspecteurs aan de hoek kijken. Hoe ik denk dat het irrelevant is of het een rivierdijk is of dat het een bekleding toch is bij een golfbelaste kering. Bijvoorbeeld of een meerdijk, dan wel ergens toch langs de kust. Het een heeft meer te maken met langsgaande beweging, zou ik maar zeggen. En anders zit je toch met je golfklap en dan wordt het net eventjes wat riskanter qua erosie, et cetera. Ja, dat is altijd waar. Maar dit zijn nou wel typische discussies die wij binnen een expertgroep ook veel met elkaar gehad hebben. Maar volgens mij hebben we voor nu al even ons antwoord. We gaan even voor de meeste stemmen gelden en we gaan even verder met serieus. Dan mag de volgende... Persoonlijk was ik toch wel de ernstige. Ja, maar dat is mooi. Dat is goed voor de discussie. Maar waarom was je dan voor ernst gegaan, Oscar, in dit geval? Nou ja, er is natuurlijk ook gewoon een bepaalde plek, is compleet de bekleding verdwenen, verschoven en niet meer aanwezig. Nee, precies. Dus dit kan je in mijn optiek niet meer als de middencategorie beschouwen in dit geval. Oké, nou dan gaan we nu dat is dan in feite wel een beetje locatie onafhankelijk ten opzichte van de vraag die er net was. Ja, dat is waar. Dan gaan we nu verder. Dan gaan we nu verder naar de intensiteit van het gebrek. En dat wordt bepaald door de mate waarin het gebrek zich ontwikkeld heeft. En dan kan je kiezen voor het beginstadium. Het gebrek is nauwelijks waarneembaar. Gevorderd stadium, het gebrek is duidelijk waarneembaar. Of het eindstadium, het gebrek is zeer duidelijk waarneembaar. En kan niet of nauwelijks meer toenemen. Nou, volgens mij gaan we hier duidelijk richting het gevorderde stadium.
Is dat ook een beetje jouw denkrichting, Oscar? Ja, ik denk het wel. Hè? Zeker als ik de definitie volg die je net vertelde, kan je je natuurlijk voorstellen dat er nog wel meer stenen weg kunnen. Precies, precies. Dus in dat geval is het zeker een gevorderd stadium. Oké, nou dan gaan we door naar de volgende. Dus we zitten nu op serieus en een gevorderd stadium, maar dan is nog de laatste, is natuurlijk ook heel erg van belang. Dat is de omvang van het gebrek. En dan mag naar de volgende dia. En de omvang wordt bepaald door de hoeveelheid waarin het gebrek voorkomt ten opzichte van de totale hoeveelheid. Uitgedrukt in een percentage in dit geval. Ik merk dat het nu lastig is omdat het plaatje er niet meer bij heeft. Ja, is het nog degene die de Mentimeter invullen? Misschien kunnen die het plaatje nog wel zien. Het plaatje is zichtbaar als de Mentimeter vraag verstaat. Oké, kijk, dat is goed om te weten. Ja, en minder dan 2% is dan nu in dit geval het gebrek komt incidenteel voor. 2 tot 10% het gebrek komt plaatselijk voor. 10 tot 30% het gebrek komt regelmatig voor. 30 tot 70% het gebrek komt aanzienlijk voor. En meer dan 70% het gebrek komt algemeen voor. Ja, hier is het wel heel close tussen 10% en 10% tot 30% en 30% tot 70%. Ja, dit is inderdaad typisch een onderdeel waar we heel erg ook naar de digigids hebben gekeken. Want in de digigids worden een aantal van dit soort gebreken heel nauwkeurig beschreven. Hè, in de inspectiescore, goed, regelmatig, slecht. In relatie tot het oppervlak waarop je het wilt beoordelen. Nou, weet ik deze niet helemaal uit mijn hoofd, maar ik denk dat het om een oppervlak van 25 vierkante meter zal gaan, 5x5. En dan is het natuurlijk nog steeds waar ga je naar kijken en waar kijk je niet meer naar. Maar ik denk zeker, gezien wat we net gezien hebben, dat je ergens in de middenmoot of score 15, 30 tot 70% uitkomt. Zeker. Ja. Nou, zullen we dan nu voor 30 tot 70% gaan? Ja, dat is dus, ja. Ja, dan gaan we nu even naar de volgende. Ja, want dan kan je dus in de matrix kan je dus mooi bepalen waar je dan zit met je conditiescore. We hadden dus serieus in een gevorderd stadium 30 tot 70% en dat zou dan een conditiescore 3 zijn, redelijke conditie. Plaatselijk zichtbare veroudering van de functievervulling van bouw- en installatiedelen zijn niet in gevaar. Dus de functievervulling van bouw- en installatiedelen is niet in gevaar. Ja, wat er in deze hele uitwerking nu niet naar voren komt, is dat de NEN een aantal relaties legt tussen conditionele gebreken en de ernstklasse. Waardoor je dus waarschijnlijk, als je dit in de NEN zou uitwerken, rond conditiescore 4 of 5 uit zou komen. Precies. Maar dat kunnen we nu even in het voorbeeld niet doen. Er is een vraag overigens. Er wordt op de chat best wel gereageerd. Okay, misschien moeten we de chat vragen. Nou, ik hou dat wel een beetje in de gaten. Want sommigen gaan ook nog over dat informatie gedeeld wordt. Ludolf heeft bijvoorbeeld over die watersystemen. En zo heeft hij verwezen naar een aantal rapporten. Heel nuttig. Dus ik kan iedereen aanraden om dat later nog eens even terug te kijken. Maar dat is bijvoorbeeld een vraag van Evert Boslo. Die zegt, bij dat beoordelen van, ik denk dat percentage, gaat het hier dan om het dwarsprofiel of over de lengte van het inspectievak? Dus hoe kijk je? Dan moet je het bouwdeel, wat je dan gedefinieerd hebt, beoordelen. Ja, hang dus af van de definitie van je bouwdeel. Ja, dus dat is, daarom is het zo van belangrijk dat je aan de voorkant goed nadenkt over hoe jij je bouwdelen definieert. Ja. En Evelien van der Heijden die vraagt, gevorderd kan zichtbaarder zijn dan eindstadium. Oké, dat ben ik wel benieuwd. Maar zegt ze, het gaat toch vooral om prognose? Het gaat hier om wat je waarneemt. Het gaat hier om wat je waarneemt. Oké. Okay. Die van Wouter Jan Klerk, heb ik nog niet gelezen. Kun je achteraf aan de hand van indicatie van de deelnemers en verdeling van de risicoscoren maken? Dus die vraag van Stefan. Stefan die vraagt of er nog een naslagwerk beschikbaar is. Nou, er is natuurlijk gewoon in de algemene zin zijn er allerlei NEN-documenten waarin de hele werkwijze van de norm wordt uitgelegd. Maar wat we dus aan het doen zijn op dit moment is een toelichtingsdocument te schrijven specifiek voor waterkeringbeheerders. Waarin we op een aantal aspecten die specifiek voor waterkeringbeheerders, eigenlijk op een aantal van de vragen die hier terugkomen,
dat gaan uitleggen. Maar dan gaan we ook zeker uitleggen hoe de hele norm in elkaar zit. Ja. Ja. Nou, Wouter Jan Klerk die maakt ook wel, vind ik, een interessante opmerking. Die zegt, ja, we zitten hier natuurlijk in een expertnetwerkje nu, real-time. Ja. Ja. En als nu al blijkt dat wij als experts zo verschillend oordelen over het indelen in die klasses, nou, dat is best wel interessant, want dat geeft dan ook aan hoe herhaalbaar feitelijk deze methodiek is. Ja, nou, een van de uitdagingen die er zijn, of een van de dingen in het aandachtspunt die er zijn, is natuurlijk opleiding. Vergis niet, het gebruik van de digigids is ook niet van de ene op de andere dag gegaan. De meeste inspecteurs zullen ergens in hun afgelopen jaren waarschijnlijk een keertje een cursus hebben gevolgd in het inspecteren van waterkering en het gebruik van de beschrijvingen uit de digigids. En dat geldt niet anders dan voor het gebruik van de toepassing van de NEN. Op zich, het waarnemen van wat zie ik hier, dat zal niet anders zijn dan bij de digigids. Er zullen hoger misschien net iets andere omschrijvingen zijn van bepaalde gebreken. Maar inderdaad, het toepassen van deze drie onderdelen om tot een score te komen, dat zul je moeten trainen met elkaar. Ja. En overigens, Evelien komt nog even terug op die discussie die we net hadden. Zij wijst erop, het gaat er haar met name om. En ze zegt, zou toch ook mee moeten wegen dat de boel nog in ontwikkeling is. Kijk, als er een schade is ontstaan, maar die is redelijk stabiel, dat is toch nog, geeft even een ander gevoel. Als wanneer je weet dat die morgen, dat die scheurvorming, ik noem maar wat, dat die nog zich aan het voortzetten is. Ik weet zelf als vrijwillige dijkinspecteur, dat je inderdaad ook in de gaten moet houden van, is die scheur stil, staat die stil, of is die nog aan het bewegen? Dat maakt natuurlijk nogal uit. Nee, dat is helemaal waar. En wat ik zelf ook gemerkt heb bij bijvoorbeeld NEN-inspecties van onze kunstwerken. Alle bouwdelen worden op dezelfde manier gescoord. En dat kan het dus zomaar zijn dat de verf op je leuning een score 5 krijgt. Terwijl je zelf denkt van ja, nou dat kan nog wel 2 jaartjes wachten. Maar als je iets zelf aan een constructief onderdeel van de sluis duurt, dan ga je natuurlijk wel gelijk handelen. Dus daar zit altijd een vertaalslag vanuit de beheerder is daarvan ook. Ja, mensen, ik kijk even naar jullie, Wouter en Oscar. Ja. We gaan stoppen met dit onderdeel, want anders zouden we geen recht doen aan het laatste stukje van ons programma. Het is zo'n ontzettend interessante materie. Jammer dat we niet aan de tweede casus toekomen, maar dan hebben we voor volgend jaar in ieder geval. Ja, zeker. Er komt nog een kennisdag 2021. Okay. Hè? Mensen, we zijn wat dit betreft nu rond. Ik zou je willen vragen, en daar ga ik niet meer op reageren, maar ik zou je willen vragen om even uit de losse pols in de chat gewoon eens wat woorden te typen. Wat is nou het belangrijkste dat je vanmiddag hebt opgepikt? Wat frappeert je? En wat heb je nodig om het materiaal wat hier gepresenteerd is, om dat te gaan toepassen? Dat is feitelijk, kan ons dat helpen bij de agendering voor volgend jaar, bij wijze van spreken. Dus doe dat rustig, vul daar wat woorden in. Nogmaals, ik ga daar niet meer in zitten turen. Want we gaan naar het laatste stukje toe. Dus Wouter die neemt nu even afscheid. Die maakt plaats voor Gerard Harmsen van Rijkswaterstaat. Fijn Gerard dat jij hier nu ook aan de tafel zit. Nog steeds op de anderhalve meter ruim. Hè? Ruim anderhalve meter afstand. We kijken nu vooral nog even uit naar volgend jaar. Volgend jaar gaan we weer een kennisdag organiseren. Er staat in de agenda 17 maart voor genoteerd. Maar we hebben hier zoals we hier zitten, en ik heb er ook met Ludolf Wentholt al even over gehad, toch een donkerbruin vermoeden dat wellicht niet gaat lukken. In ieder geval zeker niet vis-à-vis, zeker niet in de dierentuin. Dus we gaan zoeken als STOA en andere betrokkenen van hoe we dit gaan organiseren. Maar dat we iets gaan organiseren, dat staat gewoon als een paal boven water. Want het materiaal wat we hebben is hartstikke interessant. Dus daar gaan we linksom of rechtsom, daar gaan we mee verder en daar gaan we een vorm voor vinden. En om jullie, het is eigenlijk helemaal niet nodig, maar toch, om jullie nu alvast even lekker te maken, hebben we Gerard Harmsen gevraagd om even een korte pitch te geven, bij wijze van appetizer.
En die zal gaan, tenminste dat is de titel die je hebt gegeven, maar daar kreeg je vanuit de eigen organisatie... Die Oscar mee opgedrongen heeft. Die Oscar jou opgedrongen, dat was maar een idee. En je kreeg er vanuit je eigen Rijkswaterstaatorganisatie al commentaar op. Maar het gaat over inspecties in relatie tot WBI, tot het wettelijk beoordelingsinstrumentarium. Ja. Gerard Brandhos. Nou ja, eigenlijk is een groot gedeelte van mijn pitch al weggenomen met alle vragen die genoemd zijn. Hè? Want waar ik heel erg naar benieuwd ben, is toch het aansluiten van het beoordelen, of het inspecteren, het asset management, het risicogestuurd beheerenonderhoud. Hoe sluit je dat nou ook weer goed aan op je beoordeling? Hè? Hoe maak je daar één trits van? En eigenlijk gaan al die dingen waar we het vanmiddag over gehad hebben, die sluiten daarop aan. En wat wel grappig was, Wout-Jan Klerk die noemde het al, en Anne Margreet, De Leeuw heeft al een link gegeven van een werk wat we gedaan hebben bij de Oesterdam. En dat ook in het KP, of KKP van afgelopen dinsdag ook nog gepresenteerd is. Waarbij ook gekeken is weer naar de digigids. En hoe kun je nou de digigids beter laten aansluiten bij de beoordelingscriteria die het WBI gebruikt. Hè? Dus ook daar zit zo'n link waar je van denkt van ja, daar moet je verder mee. Daar kun je als beheerder iets mee doen. En wat ik eigenlijk de kracht vind van de hele workshops die gedaan zijn in het risicogestuurd beheer en onderhoud. Dat is vanuit de beheerder. Hè? Niet vanaf bovenaf, maar probeer het vanuit de beheerder te doen. En dat vind ik de grote kracht. En daarom zal dat ook in de volgende PIW-programma gewoon weer heel duidelijk bovenaan komen te staan. En dat is ook eigenlijk een beetje natuurlijk het doel van de PIW. Zo dicht mogelijk bij de beheerder en voor de beheerder. Dus dat gaan we verder doen. Dus bij we gaan de beheerder, ook samen met de beheerder, met Oscar andere waterschappen. En natuurlijk Rijkswaterstaat doet daar ook aan mee. Gaan we dat verder brengen. Proberen te brengen. Maar ik ben ook van overtuigd dat we het verder brengen. Dus, en het gaat allemaal in stapjes, dat weet je ook. Het gaat nooit in één keer heel makkelijk. Je zag het al in de hele lijst van inspectiemethoden. Ja, dat kost gewoon tijd. Maar we komen hier een stap verder. Nou, daar gaan we zeker weer mee helpen vanuit PID. Mooi. Dat als pitch dan. Heel goed. Daar willen we bij zijn. Zeker. Zeker. Nou, volgens mij hebben Gerard en ik al afspraken gemaakt. Ja, zeker. Okay. En PIW gaat natuurlijk wel door volgend jaar. Hè? Dat is absoluut. We zijn druk bezig met het uitvoeringsprogramma. Wat Ferdi al zei, het is jammer dat we niet gezamenlijk kunnen doen. Want je merkt toch wel dat dit gewoon op deze manier kost het meer energie. Nou ja, ik hoop dat we echt in maart of april toch weer met kleine groepjes bij elkaar kunnen komen. Wat we eigenlijk ook hadden binnen de grasbekledingen. Het verhaal van Peter. Eigenlijk moet je gewoon met z'n allen die dijk op. En dan hoef je misschien niet met 80 man. Maar als je dan toch met groepjes van 10 kunt weer gaan werken. Elkaar helpen. Elkaar ontmoeten. Denk ik dat we daar misschien wel een mooie mix van kunnen maken. Dat we het gedeeltelijk in de digitale wereld houden. Maar ook weer gedeeltelijk elkaar kunnen ontmoeten. Live. Ja, want we gaan nu zo over een paar minuten deze uitgerekte kennisdag, die dus in allerlei Zoom-sessies zo omgevormd is, die gaan we nu afsluiten. Oscar, wat is jouw afdronk nou eigenlijk van hoe we het aangepakt hebben? Ja, het was natuurlijk begin maart voor iedereen een enorme domper dat we elkaar niet konden zien. We hadden ook al een ontzettend mooi programma staan. Dat heeft even geduurd voordat we daarvan bekomen waren. Maar uiteindelijk denk ik dat we in september begonnen zijn. Eerst met de plenaire sessie en vervolgens hebben we een aantal zeer interessante en goed bezochte workshops gehad. Ook vandaag weer. Dus ik denk uiteindelijk dat de doelstellingen van het inspectiedag, dat we daar zeker een goed invulling aan hebben gegeven. En dat het ook in de behoefte voorziet. Maar wat ik de inspectiedag is behalve natuurlijk kennis opdoen ook een
netwerkevent. Ik zeg wel eens gekscherend, het is gewoon elk jaar een reunie van al mijn collega's uit waterkeringbeheer. En dat mis je natuurlijk wel. Dat is ja, digitaal, hoe leuk het ook is om jullie allemaal zo te zien. Het is natuurlijk niet hetzelfde als dat je met elkaar even aan de bar kan staan. Ja. Dus dat hoop ik echt dat we dat volgend jaar gewoon weer live kunnen doen. Ja, dat voelen we natuurlijk allemaal. Maar je zegt op zich, als medium om in ieder geval dat stuk kennisoverdracht te doen, of kennisuitwisseling liever gezegd, want het is geen eenrichtingsverkeer, dat is me altijd duidelijk. Dus juist kennisuitwisseling, dat werkt op zich goed. Dan is het ook, want het kost wat meer moeite, maar dan is het dat toch ook echt wel waard. Zeker, en ik heb ook nu in de chat ook een aantal vragen langs zien komen, waarvan ik denk van ja, daar moeten we misschien in de toelichting ook eventjes aandacht aan besteden. Dus dank jullie daar wel daarvoor. Gerard, hoe kijk jij er tegenaan? Want ik begrijp dat jij zowat alle bijeenkomsten als deelnemer hebt meegemaakt, dan wel als meestal aan de andere kant. Ja, in Burgers Zoom was ik wel, of in Burgers was ik wel aanwezig op de dag, de kennisdag zelf. Ik denk gewoon al het aantal deelnemers en toch ook de reacties. Het is voor ons natuurlijk ook heel erg zoeken geweest. Hè? Hoe zet je het op? Hoe krijg je die interactie? Nou, ook vandaag hebben we dat weer op een iets andere manier geprobeerd. Maar op die manier elkaar toch verder helpen. En wat ik in de chat heb gezien, dat is echt indrukwekkend. Maar daar kunnen we ook heel veel mee. En ik denk dat dat voor alle sessies gold. Er was gewoon een grote belangstelling. En ik denk dat we dat... ook de uitdaging is om dat ook zo te houden volgend jaar. Goed, daar gaan we voor. Ja. Nou, beste deelnemers aan de andere kant van het scherm. Ik zie dat er nog steeds chatreacties binnenkomen. Over een paar minuten gaan we echt afsluiten. Maar weet in ieder geval, je hoort dat bij de betrokkenen ook al zeggen, dat de opmerkingen heel serieus worden meegenomen en als input zullen dienen voor nadere uitwerking van het programma voor volgend jaar. Je hebt ook van deze kant gehoord dat we de handicap heel dapper hebben overwonnen met z'n allen. Maar dat we er eigenlijk ook, dat hoor je Oscar toch heel duidelijk zeggen eigenlijk, die snakt er gewoon naar om, om met jullie bier te drinken. Daar komt het eigenlijk niet alleen neer. Die Jan-Willem daar achter zich heeft staan. Ja, precies. Gewoon live. Ja, precies. Ik dank jullie zeer voor je bijdrage, voor je aanwezigheid, voor je bijdrage. Ik dank Jasper en Jeroen op afstand, de mannen van de techniek vandaag. En ik dank uiteraard Gerard, Oscar en Wouter voor hun inhoudelijke voeding die ze ons vandaag hebben gegeven. Laten we allemaal naar elkaar zwaaien en dan netjes en ordentelijk deze vergadering verlaten. Tot ziens. Tot ziens. Hoi. Niet nog een klein beetje chaos, Freddy? Klein beetje? Klein beetje chaos. Ja, wat een chaos. Ik denk, wanneer komt Ludolf? Ludolf is er niet. Ludolf is er niet. Nee, maar die heeft... Nou gaat het helemaal los. Ik zei chaos in de orde, zei ik, maar ik had rust gemute. Hey, mooie sessie. Dank jullie wel. Ja. Okay, Gerard, dat moet je vaker doen, dat pitchen. Hey, man. Hey. Natuurlijke pitcher ben je, of niet? Ik pas me gewoon op het moment, pas ik me weer aan. Ja, dat is het. Maak er weer een pitchstop van. Hè? Ja. Hey, mensen, groetjes. Ja. Wij noemen het gewoon adaptief meelullen, heet dat, toch? Of niet? Zoiets, ja. Rijkswaterstaat zeker. Ik ga een bitterbal eten. Ex. Mensen. Fijne dag allemaal. Hey, fijne dag. Was goed geregeld, heren. Dankjewel. Yo. De Lim is ook aanwezig, Rob Kotten. Jeroen, kun jij de chat ook downloaden? Of... Ja, die wordt automatisch opgeslagen. Die zal ik naar jullie toesturen. Perfect. Er zit zoveel informatie in. Ja, best wel. Oh. Ja, misschien ook wat ondervraagde antwoorden. Ja, daar zaten best wel aantal vragen. We kunnen niet maar ook hele goede links, want al die links. Ludolf deed dat een paar keer.
Dankjewel, ja. Dat wil ik graag horen. Ik zag dat er nog wat doen. Goed, ik ken hem even. Hey mannen. Adios. Hey, ja. Ik kan natuurlijk gewoon de video stoppen en het geluid stoppen. Die oude, hè? Ja, namelijk. Nu kan je ons horen en zien, Leon. Ja, ik verwijder iedereen even uit de sessie. Hey, we waren heel tevreden, Jeroen. Ja, ging prima zo. Mooi, gelukkig.